in de achtste rit tegen deze Mary Doctor. 31 jaar uit Madison. In haar vierde spelen. In 80 was ze er al bij. Zondag werd ze 15e op de 3 kilometer. En nu gaat ze dus proberen op haar 1500 meter. Ik neem aan dat het geluid vanaf de tribunes qua volume zal toenemen nu er een Amerikaans in de baan is. Want wat bij ons oranje is, is hier Stars and Stripes. Zong door Liu, moet ik zeggen, door de binnenbocht. Op weg naar 300 meter. 27.75 is ook een voortvarende opening voor Liu. 28.62 voor Doctor. Yunhong Liu, die overigens niet de snelste Chinees is op 1500 meter. Dat is Xu Li Wang. Het meisje dat ongeveer 12 seconden in beeld was tijdens de 500 meter. Omdat ze na 20 meter een spiertje scheurde in het bovenbeen achter. En hier dus niet van de partij. ...700 meter voor de Chinezen. 1-0-0-18. En ook Mary Doctor die teleurstelde op die 3 kilometer. Ze zei dat ze eigenlijk hier naartoe gekomen was om nog een medaille te winnen. Daarom is ze weer begonnen met schaatsen. Die overtuiging die had ze. Maar dat lukt gewoon niet meer op haar 31-jarige leeftijd. Uit de binnenbocht de Chinese Liu ligt voor... Alhoewel Doctor er nu weer naast glijdt. Op de bel 1100 meter. En Doctor die heeft ingehaald. 1.34.58. Een ruime seconde sneller was in deze ronde. Dan de Chinese. Die ingestort lijkt. Nu al met nog 200 meter te gaan. En dit is typisch Mary Doctor. Een ontzettende bijter. Een ontzettende vechter. Het is niet mooi wat ze doet. Maar ontzettend op wilskracht. Liu staat bijna stil. Bij Doctor gaat het ook niet meer van een leien dakje, maar ze wint toch nog ruim. In een acceptabele 2.09.66.